Als jij mij nog één keer in het openbaar aanspreekt, Ronnie, dan zorg ik dat jouw werk hier een levende hel wordt. Intimidatie, discriminatie, pesten en fysiek geweld. Bij mij te gast Caroline Koetsenruiter en Hans van der Loo. Ja, beide welkom bij mij in de studio. Hoi Ronnie. Wat een actueel thema, ja. Giftig gedoe op het werk, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. En met 2,5 miljoen incidenten in 2021, ik denk dat dit voorlopig nog wel even bij ons zal blijven, dit onderwerp. Ja, ik schrok daar enorm van, ja. Hans, dat ik echt dacht van... bijna 2 miljoen mensen hebben te maken met giftig gedoe op het werk. Nou, in dit gesprek, ik wil weten wat giftig gedoe is. Hoe waar het vandaan komt, wat we eraan kunnen doen, hoe we het kunnen oplossen. Maar eerst even die bijna 2 miljoen mensen. Hoe komen jullie daarbij? Nou, dat zijn cijfers van TNO-CBS. En dat zijn zelfrapportages van mensen. Dus er worden mensen gevraagd, heb jij... ongewenst gedrag, giftig gedoe en alles, al die termen die daarvoor voor gelden, heb je dat meegemaakt? Ja. En dan ook nog gerubriceerd naar intimidatie, discriminatie, pesten en fysiek geweld. Hm. En dan zeggen mensen ja. Dus daar komen die cijfers van. Wat de gradatie daarvan is, dat is natuurlijk, dat weten we niet. Het is geen objectieve thermometer die zegt, nou, vanaf dit moment was het giftig gedoe. Dus er kan ook ervan uitgaan dat er een heel groot grijs gebied zit. En dat is natuurlijk een van de zaken die ook speelt met dit onderwerp. Ja, snap ik. Maar Caroline, aan de andere kant is dat, als ik het zo voel, dan is het natuurlijk zo. Dat is natuurlijk een ding met veel van dit soort voorbeelden. Ja, van, je kan de discussie wel aangaan, maar als iemand het ervaart als giftig gedoe, dan is het zo, toch? Ja, en dat is tegelijkertijd ook juist iets waar wij voor pleiten in dat boek. Hè? Die persoonlijke norm of misschien wel die grenzenstorm die nu inderdaad toch ook wel aardig over ons land raast. Ja. Daar zullen we toch met elkaar wel een collectieve norm gebaseerd op de waarde dat iedereen in Nederland recht heeft op een veilige werkplek. We zullen dat vraagstuk moeten terugleggen op de schouders van die werkende die gebukt gaat inderdaad onder discriminatie of zelfs vormen van corruptie. Ja. Wat wij toch ook echt... In Nederland, ja. Hmm. Op het werk. Want laten we dames even het beestje bij de naam noemen. Wat is in jullie ogen giftig gedoe? Ja, giftig gedoe is wat ons betreft echt geen incident. Het is herhalend, patroonmatig, intern agressief gedrag. Met een ontzettend schadelijke impact voor de mensen, dus de medewerkers, maar ook voor die organisatie en uiteindelijk ook voor die samenleving en ook voor de mensen die die diensten afnemen van die betreffende organisatie. En wat is agressief gedrag? Dat is niet alleen maar dat ik jou een map, toch? Nee, gelukkig niet. We zijn allebei al langer bezig op het thema sociale veiligheid. En er zijn helaas nog steeds ook mensen in Nederland die denken dat het pas agressie wordt als men gaat schoppen, slaan, bijten, duwen, spugen, trekken. Ja. Ja, dat stadium mogen we toch inmiddels wel voorbij zijn. We zien namelijk vooral ook veel psychische agressie. Dan moet je denken aan bedreigen, intimideren, zeggen als jij mij nog één keer in het openbaar aanspreekt, Ronnie, dan zorg ik dat jouw werk hier een levende hel wordt. Dus kies maar, vriend, wat ga je doen? Nou, dat soort type uitspraken en veel verbale agressie. Dus uitschelden, vernederen. Dus agressie is zoveel meer dan alleen dat fysieke spectrum. Het gaat dus ook om allerlei bangmakerij, iemand bewust angst inboezemen om iets al dan niet meer te doen op het werk. En letterlijk schofferen, pesten, schreeuwen, schelden en voor weet ik wat uitmaken. Wat is corruptie, Hans? Want als corruptie daar ook onder valt, ik denk dan meteen aan verre landen waar corruptie plaatsvindt, maar hoe moet dat plaatsen hier dan? Nou, die zat er aanvankelijk... Kijk, bij TNO-CBS zit hij er niet bij. Okay. Maar we zagen eigenlijk dat zoveel van dat soort affaires... die hebben we allemaal, die kennen we allemaal... de Volkswagen, het dieselgesjoemel... en allerlei zaken die met de banken gebeurd zijn. Ja. Kijk, dat is zo'n bepalende factor voor andere vormen ook van agressie... of allerlei andere vormen van agressie. Mm. We dachten, nou, het is eigenlijk wel heel gek dat hij er niet bij is. En er is een soort zelfbeeld in Nederland dat corruptie niet voorkomt. Mm. He, dus dat is deels, klopt het ook wel een beetje. We staan geloof ik op dit moment op plaats 8 of 9 in de wereld... van de 140 landen die bekeken worden op een corruptieindex. Is dat goed? Is dat dan, als je op 1 staat, ben je dan niet ben je de beste. En als je op 140 bent, ben je de slechtste. Okay. Maar we stonden een tijdje geleden op plaats nummer 3, geloof ik. Dus we zakken gradueel. Zakken we iedere keer 1, 2 plaatsen, zakken we terug. En het aantal affaires, denk aan de vastgoedaffaire... denk aan de toeslagenaffaires. Dus al die affaires die op de een of andere manier ook verweven zijn... met intimidatie, met discriminatie. Dus het is een hele belangrijke achterliggende factor waar die dingen samenkomen. Mm. En dat is sowieso wel iets met die verschillende kenmerken. Er vindt ook een stapeling plaats. Het is dus niet zo dat je alleen maar geïntimideerd wordt of alleen maar gediscrimineerd wordt. Het is vaak en. Ja. Het aantal slachtoffers is 1,9 miljoen. Ja. En het aantal affaires is 2,5 miljoen. Ja. Daar zie je dat eigenlijk al. Dat ja, precies. Vaak gelaagd is. Ja.
jullie noemen dat, en dan ga ik geen overhoring doen van het boek hoor, maar jullie hebben het over de destructieve vijf. Hè? Kun je uitleggen wat die destructieve vijf, wat dat zijn? Je hoeft ze niet allemaal te noemen als je ze niet weet, maar bedoel, wat bedoelen jullie met die destructieve vijf? Dat zijn die vijf hoofdvormen, hoe giftig gedoe manifest wordt. Okay. Dus intimidatie, pesten, discriminatie, corruptie en fysiek geweld. En bij intimidatie hoort ook echt als specifieke subcategorie uiteraard ook seksuele intimidatie. Ja. Maar dat zijn ook twee verschillende dingen. Hè? Dus niet intimidatie of seksuele intimidatie? Ja, dat klopt. Ja, hè? Wat ik net zeg, dat nare voorbeeld van, als je me nog één keer openlijk durft tegen te spreken, maak je jouw leven hier een living hell, is iets anders dan aan een collega via de appgroep informeren of ze van orale seks houdt. Die is wel heel erg out of the blue. Goedemiddag. Ik dacht dat de notulen van de vergadering eraan kwam. Maar ja, het gebeurt. Maar, ja, we moeten het, maar dit is wel iets heel wezenlijks, Ronnie. Want we blijven het in Nederland allemaal vrij omvloerst, ongewenst, grensoverschrijdend. Ontoelaatbaar gedrag. En dit zijn, hier hebben we het gewoon over. Laten we maar gewoon eens even uit die schimmige doolhoven trekken met elkaar. Ja. Dit gebeurt veel vaker dan ons lief is en ook veel vaker dan die zaken die we in de media natuurlijk ruim opgeserveerd krijgen als een bekende persoon aan te pas komt. Maar dit gebeurt overal, in alle sectoren, in de ziekenhuizen, in het onderwijs, bij het openbaar bestuur, bij de bedrijven, niet alleen bij de amusementsector. Jullie noemen het chronische klootzakkerij, hè? Ja. En er is trouwens één interessant ding nog, dat de perceptie van een hoop mensen, want er is een groot Amerikaans onderzoek gedaan van MIT... Die hebben 1,9 geloof ik miljoen reviews op Glassdoor. Dat is een site waarin beschreven wordt wat je ervaringen zijn op het werk, hebben ze bekeken. Ja. En daaruit blijkt dat mensen helemaal niet denken in die geëikte categorieën die we net noemden ook, van die kenmerken. Ja. Maar op plaats nummer 1 staat eigenlijk het over je heen gewalst wordt. Dus het gebrek aan respect, dat is nummer 1. Ja. Dus mensen zien het als iets respectloos. Ja. En het tweede is, ze voelen zich buitengesloten. En het derde is, ze voelen het ook als een vorm van gebrek aan integriteit. Mm. En dat is wel een interessante, want vooral die laatste twee, dat buitengesloten zijn en dat gebrek aan integriteit, die worden bevorderd door de klachtenregelingen en de procedures en de afhandelingen van die tegenwoordig gebruikt worden. Dus het wordt eerder erger door er iets aan te doen dat het minder erg wordt. Want hoe kan dat dan? Ja, dat is het fenomeen wat wij beschrijven met dat je in Nederland toch vaak dubbel de dupe bent. Sommigen zeggen tegen ons, je kunt beter een ontslagbrief sturen dan dat je een melding doet. Want waar je in terecht komt is een systeem van ontzettend gejuridiseerd, ontzettend lange doorlooptijden. Waarbij je eigenlijk ook soms met allerlei boetebedingen dusdanig ook weer geïntimideerd wordt dat je er met niemand over mag spreken. Dan zie je vaak dat de melder soms ook degene is die op non-actief wordt gezet of soms zelfs verplaatst wordt. Het slachtoffer wordt een beetje de probleem veroorzaken. Ja, en waar we ook steeds maar van uitgaan met elkaar is dat het de uitkomst van zo'n meld- of klachtprocedure bepalend is. Terwijl iemand die dit meemaakt, die vormen van giftig gedoe of destructief vijf gedrag, die wil ervaren steun. Die wil een stukje autonomie. Die wil goed kunnen begrijpen wat de volgende stap is. En die wil ook echt gezien en gehoord en geholpen worden. Ja, en we zien eigenlijk in die procedures dat waarheidsvinding, wat heel complex is als het jouw woord tegen het mijne is. Niemand was erbij. We hebben met intimidatie vaak die sfeer van beslotenheid. Dan zien wij eigenlijk dat zo'n proces helemaal niet aansluit op die behoeftes van die melder. En dat het soms dus alleen maar erger wordt. En dat achteraf mensen na die melding nog verder dat vertrouwen zijn verloren. Eerder met pensioen gaan. Alsnog dat ziekteverzuim ingaan. Of zelfs vertrekken. En dan ben je dubbel de dupe. Dan heb je melden is voor helden. Je hebt het lef gehad om op te staan tegen die giftige werksfeer. En uiteindelijk kijk je achterom. Ja, dan heb je een hoofdprijs betaald. En sluit dat proces echt onvoldoende aan op wat je nodig had. Moet je dit zien als een probleem waar je duidelijk kan spreken van daders en van slachtoffers? Nee. Dat is een van de grote problemen. Daar proberen we in dit boek ook een lans voor te breken om dat niet te doen. Mm-hmm. Het wordt heel sterk wordt gepersonaliseerd. En het wordt al gauw een soort juridisch steekspel. Dus dat juridische idioom, dat ligt er huizendrik bovenop. Mm-hmm. En het is veel groter. Het gaat vaak om een kluwe van actoren. Dus er zijn omstanders bij betrokken. Er zijn leidinggevenden bij betrokken. Er zijn andere collega's bij betrokken. Mm-hmm. En factoren. Het ligt ook aan de omgeving. Of ligt met name vaak ook aan de omgeving. Mm-hmm. Organisaties waar de werkdruk te groot is geworden. Waar een soort diffuse cultuur heerst. Waar er geen normen zijn. Waar iedereen denkt, kan het wel, kan het niet. Mm-hmm. Er wordt nooit over gepraat. Waar een soort gigantische zwijgzaamheid heerst. Of waarbij ook zelfs een verheerlijking heerst van de grenzeloosheid. Denk aan de cultuursector.
Maar het juist een van de prijzen is dat je, ja, je bent een kunstenaar, dus dan moet je grenzen doorbreken. En daarmee wordt dan gelijk ook een vrijbrief gegeven om allerlei zaken te doen en gedrag te vertonen wat niet bepaald door de beugel kan. Ja. Ik heb de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar gedaan, ooit in Utrecht, in de tijden dat er daar ook nog wel eens sprake van was. Dus dat is ook wel mooi in jullie boek, want jullie zijn er ook zelf ook heel eerlijk in. Dat de eerste reactie is inderdaad van, jezus, zoveel mensen hebben ermee te maken gehad. Ja. Maar als je dan naar jezelf kijkt, dan is, eindelijk met wie ik er nou al over praat, en ook als ik naar mezelf kijk, dan heb ik er ook mee te maken gehad. En jullie dus ook. Tuurlijk. En ik denk dat dat voor heel veel mensen, en dat maakt denk ik wel heel duidelijk dat het eindelijk bij iedereen wel speelt. Ja. Maar dat was ook zo leuk om als duo te schrijven. Dat, sowieso een vrouw-man en jong-oud. Ja, want is daar iets over te zeggen als ik dan, zeg maar, klassiek denk? Is het dan zo dat er een clichébeeld is van mannen zijn vaak degene die het gewoon goed verneuken en vrouwen zijn vaker het slachtoffer? Of kunnen en leeftijd, kun je daar verbanden zien? Of is het echt door de hele lijn en maakt dat helemaal niks uit? Ja, ik ben daar altijd vrij genuanceerd in. We zien wel degelijk in die bron die wij steeds gebruiken, dat is die NEA, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO-CBS. Daar zie je wel degelijk dat vrouwen vaker toch wel bijna 10% meer kans hebben om met dit gedrag in aanmerking te komen, in aanraking te komen. Maar wij hebben in ons land ook wel een cultuur dat melden van dit soort zaken voor flauwe fiepen is. Soms horen wij zelfs melden is voor mietjes. Dus moet je voorstellen dat je als man te maken krijgt met een vrouwelijke veroorzaker. Om maar even de term agressor en pleger een beetje te vermijden. Mm-hmm. Nou, dan kunnen we denk ik met elkaar wel iets voorstellen hoe groot die drempel qua schaamte dan is om dat bespreekbaar te dus maken. Dus misschien melden zij minder dan dat vrouwen dat doen wat weer, zeg maar, dat het percentage compenseert. Wij hebben toch ook nog wel een inderdaad vrij stigmatisch beeld over wie de veroorzaker is. En het gaat er ook in onze cultuur toch niet altijd in dat een vrouw ander gedrag kan vertonen dan bewijzen van een verzorgende moederfiguur kan uithangen. Terwijl wij ook echt zien dat vrouwen ook heel goed vertegenwoordigd zijn in het veroorzaken van die vormen van interne agressie. We zien vooral ook dat het vaak gebeurt bij personen die ook een makkelijk doelwit zijn, omdat ze bijvoorbeeld een flexcontract hebben of omdat ze ontzettend afhankelijk zijn van die bepaalde functie. Als we van hen verwachten dat zij als eerste die meldknop gaan induwen of naar het loket waar anderen over spraken rondom bekende programma's als The Voice of Holland. Mm-hmm. Ja, hoe voor de hand liggend is dat? Dus wij pleiten ook echt inderdaad voor die meer systeemoplossingen. Kijk eens hoe groot die machtsafstand is. Ja. Wat je ziet is, en ik denk dat vind ik interessant om wat jullie ook onderzoeken in het boek, is dat je eigenlijk zegt dat op een of andere manier het karakter van organisaties, hoe we met elkaar werken, gewoon niet meer in sync is met de tijd waarin we leven eigenlijk. Hè? Ja. En jullie hebben een hele mooie soort van ladder. Als je ermee aan de slag wil. Want er zitten natuurlijk veel mensen te kijken. Denken, oké. En nu, weet je wel. Wat moeten we eraan doen? Ja. Wat moet je eraan doen als je dit als organisatie wil aanpakken? Ga jij als eerst? Ja, maar mij niet uit. Ja. Maar ik wil even voor die ladder nog zijn. Je moet even snappen hoe het werkt, het hele systeem. Ja. Want kijk, er wordt vaak gedaan, want het is altijd zo, als het naar buiten komt, de meeste organisaties reageren dan heel verbaasd en verrast van, goh, wat overkomt ons nu dan? Dat had helemaal niet gedacht. Terwijl het soms al decennia aan de gang ging. Nou, denk ook aan het studiosportverhaal, weet je. Ja. Dat is 20 jaar aan de gang, ging dat. Aan universiteiten zie je dat een hooggeleerde gewoon decennia een vakgroep terroriseert. Met alles wat. En iedereen doet dan heel verrast. Dus dat is de eerste. Zorg dat je dat in een heel vroegtijdig stadium bespreekbaar weet te maken. Dat mensen erover gaan praten en neem het dan ook serieus. Ja. Dat is dan iets. En zorg dan niet dat het meteen als een soort bureaucratische afhandelingsprocedure wordt gezien. Van dat geven we dan aan de klachtencommissie. En daarna weer door. Gaat het dan wel uitzoeken en we gaan zo snel mogelijk gaan we door. Ja. En dan, als het dan op een gegeven moment uitkomt, en dat is natuurlijk wel een element wat erbij gekomen is door social media. De kans dat je nu als slachtoffer, wat dat betreft, je gelijk kan halen, die is vele malen groter. Ik wil niet zeggen die is absoluut. Want is nog steeds moet je toch wel van een bepaalde categorie zijn. De dader moet een bekende Nederlander zijn. Of de organisatie moet een bekend instituut zijn. Mm-hmm. Als je wat dat betreft die niet aan die voorwaarden voldoet, nou, dan haal je ook de pers niet, dan haal je de media niet. En dan verdwijnt het ook weer wat dat betreft. Dus dat is nog niet een zeker. Er is geen grote gelijkheid daar. Nee. Maar dan wordt het een media-affaire. Dan worden er allerlei ad hoc maatregelen genomen. En dan is Leiden in last. En dan wordt er wat dat betreft ineens fors opgetreden. Ja. Ook gepersonaliseerd. Er wordt direct een zondebok gekozen. Ja. En of het nou Marco Borsato is of Tom Egbers of iets dergelijks. Zijn dat zondebokken?
Nou ja, ik denk het wel. Kijk, je wordt eruit gehaald. Dat net zo goed Jacques van Gelder kunnen zijn, of Mart Smeets, of elke willekeurige presentator volgens mij. Ja. Als ik dat verhaal van de Volkskrant lees, die wordt er nu uitgehaald. Heeft zichzelf er ook min of meer uitgehaald, moet ik ook zeggen. Van, als je dan zelf ook nog voor de pers komt en dan je verhaal gaat zitten vertellen, denk ik, ja, hoe dom kan je eigenlijk zijn? Hè? Want dan bevestig je die personalisering. Maar wie de dans ontspringt in dit geval, dat is de leiding. Ja. Dat is de organisatie waar de grootste verantwoordelijkheden liggen. Die hoor ik niet. Het is al een week stil. En in paniek gooien ze de hele hoofdredactie er dan maar En dan gooien ze de paniek eruit, terwijl ze eerst een heel ander plan hadden. Ja. Waar je dacht ook, wat is dit een onzalig plan? Maar hoe pakken we het dan aan? Dan gaat Caroline vertellen. Ja, nou ja, dat is... Eigenlijk zie je waar het wat we steeds missie gaan, is dat het dus niet proactief wordt aangepakt. Nee. En dat men dus wacht tot die reactieve signalen. Ja. En als we het nou hebben over hoe moet dit nu anders, dan zul je elke melding, maar vooral ook daarvoor, daar pleiten wij dus voor, elk vroeg signaal, ja, daar zit brandstof voor leren in. En dat moet worden uitgepakt. En als we kijken naar een stukje verder op die veiligheidscultuurladder, dan hebben wij het over een responsief samenspel. Ja, dan zul je dus ook moeten zorgen dat er bijvoorbeeld een brede veiligheidstafel binnen zo'n organisatie is. Waarbij, een veiligheidstafel? Ja, zo noemen wij dat. Want we zien eigenlijk dat het ontzettend gefragmenteerd is. Het gekke is, we hebben al sinds 1994 de plicht voor de werkgever om een veilige werkplek voor iedereen die binnen die organisatie werkzaam is, een feit te laten zijn. Nou, dit is blijkbaar nog steeds een soort vrijblijvende suggestie voor velen. Mm-hmm. Dus meer bureaucratie toevoegen, zoals nu overal verplicht vertrouwenspersonen of verplichte loketten. Nee, want dat is weer dat gefragmenteerde beeld. En waar wij voor pleiten is die brede tafel, waarbij je ook de bedrijfsarts, die bijna dagelijks, daar hebben wij ook veel contact mee, althans met een afvaardiging van die beroepsgroep, die hebben bijna dagelijks mensen, medewerkers aan tafel, die nou zwaar gebukt gaan, daar letterlijk ziek van worden of psychische of lichamelijke klachten door ontwikkelen, door al die giftige gedoe. Dus wat je zult moeten pakken, is een breed platform, een tafel, waarbij je al die signalen bespreekbaar maakt en vervolgens ook keuzes gaat maken. Hoe gaan wij dit nu eigenlijk bij de bron aanpakken? Hoe kunnen wij zorgen dat als we steeds zien dat het in een 24-uursorganisatie, in een ziekenhuis, in die avond- en nachtdiensten misgaat tussen collega's onderling. Hoe kunnen we nou voorkomen dat daar zo'n sfeer van beslotenheid ontstaat, waar achteraf mensen eigenlijk in wat noem ik code rode agressie terechtkomen, dat het zelfs handtastelijkheden worden? Hoe kunnen wij dat anders doen? Hoe kunnen wij bij de onboarding van mensen met die heldere norm vanuit die organisatie, dat agressie geen plek heeft binnen ons bedrijf, hoe kunnen we daarop contracteren? Maar ook hoe kunnen we nou die leidinggevende belonen, die dus niet 20 jaar wegkijkt en van het laissez-faire leiderschap is, dus vooral aardig gevonden wil worden, geen zin heeft in gedoe en vooral niet van die enge toestanden. Een van de meest destructieve vormen van leiderschap. Absoluut, inderdaad. Dat is passief machtsmisbruik zelfs wat ons betreft. Het is echt een van die enabling factoren in die kluwen waar Hans het al over had. Ja. Dus je zult leidinggevende proactief moeten bevragen, wat heb jij deze maand gedaan om die sociale veiligheid dichterbij te brengen? En niet alleen vragen, durf ook eens ter discussie te stellen welke mensen, welke leiders of welke medewerkers binnen het bedrijf of de organisatie nou steeds promotie maken. Maar wie moet dat nou doen? Moet dat een, bij wijze van spreken, externe specialist zijn die op dit onderwerp wordt ingehuurd? Of moet iedereen het met elkaar erover hebben? Of nee, moet het MT... hoe geef je dit vorm, die tafel waar jij het over hebt? Ja, nou ja, ik ben zelf echt wel van mening toegedaan dat als het... het is belangrijk, we hebben nu ook voorbeelden, bijvoorbeeld in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Daar zijn chirurgen, dat zijn er 16, 14 mannen, 2 vrouwen. Die hebben zelf heel bewust, naar aanleiding van al die affaires die nu in de media spelen, zijn zij proactief hun appverkeer aan het screenen. En zij komen er ook achter dat daar zeer seksistische en eigenlijk racistische uitspraken, afbeeldingen in staan. Die zijn ze gaan opschonen. En de norm is vanaf nu, dat doen we dus niet. En we spreken elkaar ook op aan, want dit willen we niet meer. Dat is echt wel een voorbeeld van eigenlijk, weliswaar, als je kijkt naar de pikorde, de chirurgen in een ziekenhuis, in zo'n 24-uursorganisatie, zeker niet de minste. Dus dat zijn ook informele leiders en vaak ook formele leiders, zeker in die operatiekamers. Dus dat kan ook. Maar als jij van onderaf in die flexcontracten bijvoorbeeld ergens achter de balie zit of de telefoniste bent, dan geef ik je, dan denk ik dat het een hele harde dobber wordt om dit ook naar boven toe te krijgen. Dus natuurlijk moet er ook vanuit zo'n raad van bestuur en elk directieteam in Nederland inmiddels hier kennis van nemen dat zij ervoor verantwoordelijk zijn. Niet alleen moreel, maar ook safety iets. By design noemen jullie, hè? Het hoogste niveau in die ladder. Hè? Dus dat je eigenlijk het onderwerp safety integreert
integraal aanpakt, ja, als onderdeel binnen je hele organisatie. Ja, ja, integraal en zien ook in de richting van het voorkomen. En niet, ja, alleen maar reactief erop reageren. Ja, kijk, ja, die precies. Systemen zijn allemaal mooi. If shit hits the fan, ingrijpen. Dat, maar, ja, dat is het, probeer dat te voorkomen. Ja. En het is eigenlijk een vorm van gedragsverandering. We laten, ja, even wel wezen. Ja. Want, ja, en waar komt gedragsverandering vandaan? Nou, eerst uit een soort, ja, gevoel dat je het echt wil. Ja. En dat moet vanuit de top, moet dat op de een of andere manier ook doorklinken. Moet er intrinsiek. Kijk, als er een soort top is die een soort laissez-faire houding heeft en denkt, nou, we gaan dat aan een buitenstaander gaan we dat beleggen. En dan komt wel een vertrouwenspersoon bij en we gaan een cultuuronderzoek doen door een of ander bureau en dat was het dan. Dan houdt het al op. Ja. Het moet ook van onderop komen. Van mensen die zeggen, en nu gaan we, wat dat betreft, gaan we dit veranderen. Ja. En dus wat dat betreft, Het is iedere keer dat speelt dus boven en van boven naar beneden, ja, van beneden, ja, naar boven. Hey Hans, waar ligt de grens? Want we maakten er straks een grapje over, vlak voordat we begonnen. En jullie maakten een grapje onderling. En ik lach dan hartelijk en ik vind het ook heel leuk. En dat gebeurt natuurlijk overal in het bedrijf. Waar ligt de grens tussen humor, grapjes maken over man, vrouw, over oud, jong, over ik ben de baas, jij niet, weet ik, verzin maar een grapje, en giftig gedoe? Nou, die, kijk, giftige gedoe is echt wel van een zware aard. Dat is niet een grapje. Het is geen akkefietje. Is er nog ruimte voor humor? Want dat is natuurlijk een discussie die we veel aan de borreltafels en aan de dinertjes nu hebben. Van, ja, je kan geen grapje je meer mag maken. Ook niks meer. Hè? Dat je is mag natuurlijk, ook niks meer. Dan wordt het in het overdreven getrokken. Er is een heel scala. En we noemen in ons boek ook noemen we gewoon gedoe. En dan gaat het vaak over kleine dingetjes, ruzietjes. Ja. Een grap die fout valt. Nou, dat overkomt iedereen. Okay. Dus wat dat betreft, en daar kan je dan op gewezen worden. En dan zeg je, nou ja, en zeg dat het niet zo bedoeld was. Of het was een slip of de tong, of weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Maar dan krijgen we vervolgens het herhaald gedrag. Wat dat betreft het gehaald ongewenst gedrag of agressief gedrag. Ja, dan hebben we het over de categorie giftige doen. Dat is is van een heel andere orde. Mm-hmm. Dus de Maar mag ik überhaupt nog een, en dat praat ik even ik in de zin van metaforisch hoor. Maar mag je überhaupt nog een seksistisch grapje maken, Caroline, waar een team van mensen, man, vrouw, divers, jong, oud, hartelijk om moet lachen? Kan dat nog? Ik denk als je jezelf daarbij vooral op de korrel neemt, denk ik dat er meer kan dan dat je daarbij het vrouwtje of iemand, hè, het gaat over een seksistisch grapje. Het is voor mij helpend als je misschien concreet kan maken, want dan kan ik ook daar eens even over meedenken. Ja, nee, maar ik denk dat Hans wel een heel treffend punt heeft, want het is natuurlijk eigenlijk dat onderscheid tussen plagen, een plagerijtje en pesten. En pesten is stelselmatig. Ja. Hè, steeds die ene vrouw die een fantastische presentatie geeft, alleen maar zeggen, goh, wat heb je toch leuke knoopjes op je vestje aan. Als dat steeds de grap is, dan is het er absoluut niet wederkerig. En dan wordt ook steeds dezelfde persoon gepakt. En dat stelselmatig, ja, dan is het gewoon pesten. Dan is het geen leuk plagerijtje meer. Ik voel hem. Dus vooral neem jezelf, tuurlijk. Maar laten we bij die leuke kwinkslagen vooral inderdaad die humor eens een beetje gebruiken om onszelf niet te serieus te nemen. Ja. En ja, er is, ik vind dat het ook wel aardig in dat boek beschreven staat. Voor mensen die doodsbang zijn voor verandering, is het een hele spannende tijd waarin we leven, deze grenzenstorm. Maar voor mensen zoals wij, die ja, eigenlijk ontzettend snakken naar die veilige, inclusieve werkplek, waar mensen elkaar helpen, waar mensen samenwerken, waarbij afspraak ook afspraak is, waarbij je op elkaar kan vertrouwen, is het helemaal geen beklemmende of angstige periode. Maar gloort er iets ontzettend moois aan. Snap ik. Alleen het is nog een ander aspect, hè, als we naar die andere kant kijken, is dat, want we zitten natuurlijk nu in een fase waarin dit enorm onrustig en in beweging, iedereen op te zoeken. Bij, en wat je ook wel eens hoort is, ja, dan heb ik te maken met van die woke mensen, noemen ze die dan. Ja. Als ik al één keer vraag aan de stagiair om een kop koffie te halen, dan word ik al beschuldigd. Dan is dat machtsmisbruik en dan ben ik vrouwenonvriendelijk. Ja. Ja. Herkennen jullie dat? Nou ja, ik herken vooral ook dat er toch ook wel, en dat is ook een gevoelig onderwerp, we hebben het ook over in ons boek, juist leeftijdsdiscriminatie, ageism. De personen met wie wij spreken en ook de experts die wij hebben gesproken, die kijken juist ook naar die oudere leiders in Nederland die soms al 20 jaar op het plusje geplakt zitten, toch 55 plus de witte mannen. Mm-hmm. Zijn zij niet eerder, ik wil niet zeggen het probleem, maar ook echt de sleutel naar die inclusieve veilige leider op die werkplek. Dus ik zie hem juist ook de andere kant op gaan. Mm-hmm. En ik denk dat deze afstemming en instemming, daar hadden we het net ook al even
eventjes over, hoe belangrijk dat is. Mm-hmm. Ja, daar zal deze twee groepen, die moeten met elkaar door die bocht. Maar één ding staat, wij kiezen altijd de kant van die veiligheid. Ja. En niet wie er hier gelijk heeft. Niet mee in het rotte appel denken. Er is hier een mand die in Nederland, niet overal, maar op veel plekken toch echt wel gekenschet wordt door giftigheid. Ja. En wie er dan moet veranderen, ik geloof dat het moment is om die opgave voor jezelf eens heel goed uit te voeren. Ja. En daar zijn ook hulpmiddelen voor, intern en extern. En giftigheid die genegeerd is lange tijd. Hè? Ja. Ja. Want we zijn zo in het soort geluk-idioom zijn we vervallen. De happiness, chief happiness officer. We moesten allemaal gelukkig zijn. En de happy office en de happy dit en de happy dat. Ja, dat we wat dan betreft helemaal geen blik meer hebben gehad over het feit dat werk kan ook een hel zijn. Ja. Voor veel mensen. En die 2,5 miljoen gevallen, die geef je dat aan. Ja. En dat is iets anders als het de happiness. En kijk, die veiligheid is überhaupt een randvoorwaarde om überhaupt happy te kunnen zijn, om gelukkig te kunnen zijn. Dus wat dan betreft is het goed dat we daar nu ook aandacht aan gaan besteden. Ja, wat gaan jullie met dit boek doen? Wat is het plan? Want jullie hebben het niet zomaar geschreven. Nee, wij hopen echt, dat is eigenlijk wat we zeggen, die veiligheid, dat is een recht van ieder werkende in Nederland. Nou, dat zijn ruim bijna 10 miljoen mensen. En wij willen ontzettend graag ik noem dat gerust een emancipatiebeweging. En dat is inderdaad ook echt vanaf die werkvloer dat we daar met elkaar voor gaan staan. Maar dat betekent vervolgens wel dat dit boek in handen moet komen van beleidsmakers, van directeuren, van het ministerie, van de arbeidsinspectie, van de landelijke vertrouwenspersonenvereniging. Van alle medewerkers. Ook, toch? Liefst wel. Ja. 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 Ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Hoe was het proces van schrijven, even los van de inhoud? Hè? Van jullie, ken ik jullie, komen jullie voor de eerste keer tegen hier bij mij in de bank. Dus dynamisch duo, moet ik zeggen. Erg leuk dat jullie mijn gast wilden zijn. Hoe was dat proces van een boek schrijven samen? Ja, nou, wij zijn hier al anderhalf jaar mee bezig. Ja. En alle dilemma's die jij ook heel mooi ook ons op wijst, die moet je natuurlijk samen door. Ja. Want wij dachten ook toen we aan dit boek begonnen, misschien toch ook nog wel eens in die opwelling van de rotte appel. Ja, dan kom je erachter dat het dus een heel kluwen is. Ja. Dus wij hebben ontzettend veel heen en weer gepingpongd. Ook echt wel op inhoud en terecht ook wel eens er heel anders naar gekeken. Mm-hmm. Maar wij zijn er elke keer, uiteindelijk vonden we dan een vorm of een ander inzicht, waardoor het werkte voor ons. Ja. Het is een boek wat nu al ook ontzettend veel reacties, terwijl het er nog niet eens is, eigenlijk oplevert. Ja. Want wij spreken ons wel heel duidelijk uit en geven er echt een duiding aan. Dat op een hopelijk, wij misten in Nederland, er waren heel veel how-to boeken. Dus inderdaad, hoe moet je een medewerker aanspreken of hoe geef je feedback? Maar die bredere blik, ook naar die factoren en die voorgeschiedenis die wij zo belangrijk vinden. Mm. Ja, dat ontstond. Zeker, en het was een cri de coeur, zou ik mogen zeggen. Dus wat dat betreft, en hoe meer we daarin zaten. Ja. En wat ook hielp, we zagen elkaar niet zo heel veel. Dus dat is ook wel een mooi. Dat je juist een team kan vormen als je elkaar weinig ziet en gewoon aan een opgave werkt. Ja. Je hoeft niet de hele dag bij elkaar te zitten. Ja, zodat, dit was leuk, dat remote werken, dat hielp hier gigantisch. En soms dan hadden we wat dan betreft intensieve contacten via internet en via de teams. En ik weet het allemaal niet. Ja. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ik dank jullie voor dit gesprek, Carolien en Hans. En Carolien, jij zei net dat het boek er nog niet is. Dat klopt, want wij nemen het nu op en het boek is er nog niet. Maar magie is daar, want hij ligt daar gewoon. Oh. Want de mensen die nu kijken, die kunnen hem al kopen. Want hij is... Want de video is natuurlijk iets eerder opgenomen. Dus het boek is inmiddels verkrijgbaar bij Managementboek of bij Uitgeverij Boom. Dat zijn ook de twee organisaties die deze serie mogelijk maken, waarin ik in gesprek ga met auteurs van prachtig en inspirerende managementboeken. En iedereen die werkt en iedereen die managt en iedereen die onderneemt in deze tijd, denk ik dat dit boek moet lezen. Giftig gedoe op het werk. Dankjewel voor het kijken. Hoi.